staan we daar, Maurice Hamming, buienchaser. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws zal met name voor ons zijn. En het goede nieuws voor de mensen die een hekel hebben aan onweer. Het lijkt allemaal wat ingezakt te zijn. De zon die gaat straks onder. En dat wil voor deze bui zeggen dat hij geen energie meer heeft. En dat hij niet meer verder kan. Nee, we spraken hier eerder vanavond. Toen was je bij Hogeveen, de A28. Daar zag je hem op je afkomen. Met zijn bliksemflitsen en zo'n mooi lijntje. Zoals je dat zo. Hoe noemde je dat ook weer? Een arch of zoiets? Arcus. Een arcuswolk zag je op je afkomen. Maar hij heeft het dus niet waargemaakt. Hij is wel doorgezet. En we hebben hem ook. We staan nu bij Hoge Zand. Mm-hmm. Langs de A7. En we hebben een mooi vast onweersplekje, een kabelplaats met overkapping. Dus dat is ideaal. En we hoopten daar nog wat flitsen te zien. Dus hebben we wel diezelfde lijn nog een keer op ons af zien komen. Mm-hmm. Alleen toen zaten er al steeds minder flitsen in. En we hebben nog wel andere mooie wolken gezien. Dat de zogenaamde undulatus aspiratus. Dat zijn een soort golven in de wolken. Aan een prachtig gezicht met de ondergaande zon erachter. Dus Dat was wel dat ook wel wat. Ja, dat was toch het plaatje. Gelukkig onweert het nu in Zuid-Limburg. Dan hang ik nu op. En dan nee hoor, doe geen moeite. Nee. Het is in Duitsland nog pruttelt er nog iets voor. Maar dat is ook al sterk afnemend. Dus dat was het voor ons voor vandaag. Dus wij stappen straks weer in de auto en rijden weer richting Drachten waar wij wonen. Ja, dat is dan de standplaats voor de bliksemchaser. Dan toch even, nu ik je aan de telefoon heb, je veilig onder een carport staat. Wat te doen bij onweer? Ik heb altijd gehoord, in de auto gaan zitten, dat is eigenlijk de veiligste plek. Ja, of een groot gebouw. Dat is ook een idee. Soms komt het natuurlijk onverwacht. Ja. En dan is het zaak niet onder een boom schuilen. Nee. Dat bleek vanochtend ook alweer. Bij een van die 14 militairen die gewond is geraakt. Die stond onder een boom. Ja. Die is daardoor ernstig gewond geraakt. Dus niet onder een boom. Zo klein mogelijk maken. Op je hurken gaan zitten. Niet gaan liggen. Dan heb je veel meer contact met de grond. Ja. Dus gewoon als een bolletje gaan zitten. En waarom doe je dat zo klein mogelijk? Want ik denk dan ga je gewoon vlak liggen. Dan zijn er altijd nog grassprietjes die uitsteken. Ja, klopt. Maar het is niet specifiek, niet alleen de hoogte, maar ook het contact met de grond. Oké, okay, dat moet zo klein mogelijk. Als je heel veel contact hebt met de grond en het slaat ergens anders in het weiland in, dan heb je nog kans dat het door de grond ook bij jou komt. Ja, heb je het wel eens zo erg meegemaakt dat je dit moest doen? Ja, toen stonden wij boven op een dijk, dat was langs de Waddenkust. Ja. Daar stond ik ook toen samen met Melle boven op de dijk en het trok. De onweer trok mooi boven de Waddeneilanden langs. En we hadden mooie plaatjes geschoten. Maar op een gegeven moment sloeg het voorrond in het water in. En dat was flitsboom. En toen hadden we wel zoiets. Oké, dit is niet heel handig om hier te gaan blijven staan. Nee. En wat heb je toen gedaan? Toen zijn we wat lager gaan zitten. En even naar beneden naar de auto toe. De radarbeelden bekeken. Maar toen trok je weer verder. En toen hebben we hem van de achterkant nog een keer van genoten. Zegt, er gaan nu verhalen, het is allemaal nog niet zeker, zeg ik ook vooral tegen de luisteraars, dat het volgende week extreem warm gaat worden. Er is zelfs een amateurbeerman die beweert dat het volgende week wel eens 40 graden zou kunnen worden en dat de records gaan breken. Nogmaals, het is nog allemaal niet zeker, dus nog geen paniek in Nederland. Maar is dat wel iets waar jij dan warm van wordt in de zin van, er kunnen wel eens pittige onweersbuien daar rondstaan? Ja, dat zou kunnen, met name in Nederland. Je merkt al snel als het warm is het wat broeierig en is het ook wat vochtig. En dat zijn wel ingrediënten waar onweer door kan ontstaan. Dus dat houden wij zeker goed in de gaten als bliksemdetectie zijn. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Oké, dankjewel voor nu. We hadden het plan om je eventueel later nog een keer te bellen, maar volgens mij is dat niet nodig. Volgens mij is onweer gewoon het land uit. Ik zag net toevallig nog één mooie flits voor onze neus naar beneden gaan, maar dat zijn echt de laatste spartelingen van een bui die ermee ophoudt. Ja, dankjewel. Maurice Hamming. Graag gedaan. Van de bliksemdetectie.